Als je huft er iemand uit Ajax. Hey! Goed, ja. Kijk, hij is, Vincent is fanatiek Ajax-fan en ik kom ook uit de buurt waar Vincent woont. Dus ik ging meestal ook pijlen kopen in Vincent's winkel. En dus ik ben er een beetje bekend daar. Dus hij zei, daar heb je die klojo die onze das om heeft gedaan dit weekend. Ja, een beetje geinen met elkaar, maar dat is ook meteen is de kop er meteen af. Dus dan is het ook wat informeler, dus het is gewoon leuk. Hij is laat te zien, nou zijn Tony O'Shea! Dat was echt fantastisch. Echt een hele mooie ervaring. Echt uniek. Mijn dag kan echt niet meer stuk, dus echt mooi. Ja, en ook hier weet je te scoren. Hey, ja, ik begon meteen goed met 3 trippels volgens mij in 2 beurten. Dus ik zat er lekker in. En toen dacht ik ook al van, nou, of ik nou verlies of win. Ik heb wel eventjes mijn visitekaartje afgegeven, laat ik het zo zeggen. Ik heb natuurlijk over Martin Martin hier. Een soort feestje nog, want ik hoorde dat jullie het helemaal niet echt gevierd hadden. Nee, dat is voor ons wel de viering, denk ik, als ik het zo zeg. Ja, nou, dit was net mochten we ook even boven ingooien met Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen en Vincent van der Voort. Ja, die maken daar gewoon even een praatje. En, super normale gasten. En, die zijn ook wel benieuwd hoe het met voetbal gaat natuurlijk. En, het is gewoon super gaaf. Ja, ik begon met 60 en toen ook 2 beurten met een trippeltje. Dus het is toch lekker dat hij dan even een trippeltje gooit op het podium. En, ik zei ook al tegen Kai, het is toch wel iets andere spanning dan bij een voetbalwedstrijd. Dus was echt gaaf. Ja, je bent bij voetbal natuurlijk fysiek wat meer bezig. En je moet met je voeten doen en dit moet je met je handen doen. En dat is toch. Je moet eigenlijk echt stilstaan. Hè? Je heel gefocust zijn op alleen je hand en je arm. Ja, was toch wel. Je handen gaan bijna trillen als je op het podium staat. Oh. Nee, ik weet niet hoe lang jullie contract nog duurt, maar ik zag dat jullie tegen 2 toppers gewoon hoger gooien dan de toppers zelf. Ja, transfervrij na dit seizoen. Dus, misschien maken we de opstap wel naar de PDC. Nee, grapje. Nee. Ja, het was een fantastische ervaring, maar laat ons eerst maar even op voetbal richten. Ga jij dan ook naar de PDC? Nou, ik ga niet bij het kleine geld bij de BDO gooien. Hè. Dan gaan we wel groot aanpakken. Dan kom je die zaal in, dan hoor je bijvoorbeeld op de achtergrond het scanderen van helemaal niks in Amsterdam. Hoe is dat voor jullie? Nou, voor mij natuurlijk een klein beetje dubbel. Dan mag ik me niet te veel gaan, maar toen ik... Tussen Groningen en Lummers begonnen te zeggen, ja, dat is wel echt heel gaaf. Je merkte echt, ik vond het echt heel veel geluid, dus wel echt leuk. Ja, ik zag je een beetje twijfelen, want ze zeiden nog, hè, wie niet springt, die is een jood. Nee, daar ga ik niet springen, maar ik vond het wel leuk dat ze het deden. Ja, mooi toch.